1, 2, 3 en... De muziek van Charlie, zoals ik hem nu aan het arrangeren ben, dan is de intentie om het een beetje sprookjesachtig magisch te hebben, maar met een soort circuselementen. En dat geeft een hele nieuwe sound en dat past heel mooi bij het beeld. Dus daar ben ik heel blij mee. Er zijn wel verschillen met de Broadway-versies. We zitten in een soort surrealistische wereld. Nou, iets heel simpels. We hebben een fantastische Charlie. En die heeft een liedje. En dat zingt hij onwaarachtig mooi als we het een halve toon lager zetten dan waar de bladmuziek staat. Dus die hebben bijvoorbeeld een halve toon lager gezet. En we hebben ook in Nederland wel eens dat een scène wat langer duurt, omdat we wat meer woorden nodig hebben in de Nederlandse taal dan in de Engelse taal. En dan moet je de underscore moet je wat verlengen.